Een middag over pesten. Nou ja, pesten kun je op diverse manieren doen, maar hoe kun je pesten voorkomen? En dat is best wel belangrijk. We staan eigenlijk in de mooie dojo van Mansouri Gym. Hassana, jij bent van Mansouri Gym. Wat is hier vandaag de bedoeling? Nou, vandaag hebben we een evenement, Sterk tegen Pesten, Respect voor elkaar, waar kinderen en ouders informatie kunnen ophalen en workshop kunnen doen over pestgedrag op scholen, maar ook buiten. Als kinderen in de speeltuin spelen natuurlijk met elkaar, daar kan pestgedrag ook voorkomen. En vandaar dat we hier een evenement zijn gestart in samenwerking met andere organisaties. Die organisaties, welke zijn dat? Dat zijn LEVgroep. Tegenwoordig heet het Pactum in plaats van BJ Brabant. Ja. Maar ook de gemeente. We hebben nog meer. Humanitas, Jeugdvriendelijke Stad. Help Wanted is erbij. Wat hebben we nog meer? Nova de Cantron, HALT. De politie die een leuke workshop komt geven. De kindertelefoon staat hier ook met een tafel met allerlei goodies die jongeren kunnen meenemen. Ja, Mansouri Gym zelf natuurlijk. En, wordt er nog steeds zoveel gepest? Want we hebben dat lieve herenbeestje op de diverse scholen. Heeft dat geen nut dan? Ik denk dat Marcella daar wel antwoord op kan geven. Want zij... Ja, of het nut heeft, ik denk het wel. Ik denk dat mensen het beeld van een lieve heersbeestje altijd wel associëren met zinloos geweld. Alleen ik denk dat het ook een stukje is wat impulsief opkomt bij jongeren vaak. En ik denk dat zo'n moment ook zoals dit, dat we even stilstaan bij het pesten en het respect hebben voor elkaar. Ik denk dat we dat soort dingen altijd in beeld moeten blijven brengen. Omdat er is altijd oneerlijkheid in de wereld. Of het nou gaat om geld of noem het maar op. Er zijn altijd momenten dat blijft bestaan. En ik denk dat we door middel hiervan weer even kunnen komen op het moment van... Hé jongens, laten we gewoon respect hebben voor elkaar. Sowieso pesten is niet leuk. Dat soort dingen. Ja. Ja, door ook het thema continu te blijven te herhalen... blijft het toch wel bekend natuurlijk hier binnen in Helmond. Ook wel, en ook op scholen. Het is continu herhalen van dingen. Het zit ook in een menselijke aard om iets te doen wat eigenlijk niet kan. Maar is het dan niet zo dat je niet met de kinderen moet beginnen, maar met zeker ouders en dergelijke? Want respect begint toch bij de ouders? Ja, daarom hebben we ook dit evenement gedaan voor en ouders en kinderen en jongeren. Maar ook professionals onderling. Want je merkt heel vaak dat mensen ooit wel een keer van de LEVgroep hebben gehoord. Maar het is zo'n grote organisatie dat ze niet altijd een beeld hebben bij het jongerenwerk of bij andere instanties. Dus dit ook meteen een mooi moment is om ouders te informeren wat er allemaal is. Wat zij doen met betrekking tot pesten. Of het nou offline is of online. Maar ook wat die voor die ouders kunnen betekenen en voor jongeren. Dus vandaar dit moment. Wordt dit nou vaker herhaald, Marcella? Want denk je dat dit wat meer moet gebeuren, wat vaker in een jaar? Dat is een hele goede vraag. Ik denk misschien niet in zoiets groots, maar wel dat wij veel meer elkaar weten te vinden ook. Veel meer in contact staan met ouders en kinderen en die ook durven te vertellen aan ons van hé, weet je, mijn kind loopt ergens vast. En ook dat het niet schaamtevol is om hulp te vragen. Wij zijn juist de organisaties die daarvoor staan. En ja, het zou mooi zijn als ouders ook en kinderen ook durven aan te geven van hé, het gaat helemaal niet zo goed met mij. Ik heb daar hulp bij nodig. Dus gewoon heel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Ja. Voor scholen, thuis, de ouders, dat ouders echt met hun kinderen in verbinding maken hierin. En dit niet laten afweten. Het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen om dit ook heel belangrijk te vinden als een kind gepest wordt. En niet zo van je lost het maar zelf op. Nee, maar zo werkt dat gewoon niet. Dus eigenlijk moeten we met alle sportverenigingen in Helmond de handen in elkaar slaan, begrijp ik. Ja, zeker. Krijgen we pesten ooit de wereld uit, dames? Nou, we doen ons best, maar meer kan ik er niet over zeggen. Maar ik hoop wel dat het dan minder wordt. In ieder geval voor de jeugd en ook voor de ouderen natuurlijk. Hè? Ja. De kinderen moeten het zelf doen. Ik denk combinatie van ouders en kinderen, maar ook professionals. Ik denk dat we het allemaal samen moeten doen. We zijn op de wereld om elkaar te helpen. Ja, zeker. Mee eens, zeker.